Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag toon ik jullie mijn favorieten van december 2017. En aangezien dat december is, heb ik 12 favorieten. En ik moet zeggen, het was nog moeilijk om 12 favorieten te vinden. Maar ik ben toch heel erg blij met de lijst die ik heb gemaakt. Omdat ik echt wel van alles heb genoten. Deze maand zitten er veel, veel meer momenten in dan dingen. Dan stuff. En dat is wel goed, denk ik. Als eerste mijn reis naar Timisoara. Ik heb daar zo van genoten dat dit zoveel deugt om gewoon eventjes weg te zijn. En iets meer cultuur op te snuiven. Want ik ben al naar verschillende landen geweest. Doorheen mijn leven, maar nog nooit naar zo'n land als Roemenië. En ik moet zeggen, dat was heel leuk om te zien, maar ook wel heel raar om te zien. En ik moet toegeven, ik ben naar een stad geweest, een van de grotere steden van Roemenië. Maar dan nog zo'n mooi land. Vanaf dat je buiten die stad komt, zie je dat het leven heel anders is dan hier. Maar ook in de stad, maar nog veel meer buiten de stad. Want in Roemenië heb ik ook de trein gepakt naar Arad. En onderweg zag ik zoveel meer van Roemenië. Dus dat is mijn eerste favoriet. En misschien ook wel mijn grootste favoriet van deze maand. Als tweede heb ik nog een super grote favoriet van deze maand, namelijk Blogger. Blogger is op 12 december uitgekomen en ik ben weer super blij met hoe deze versie is geworden. Deze keer zit er wel iets meer stress aan bij dan gewoonlijk. Gewoon omdat ik echt de week voor de release van Blogger terugkwam op van reis. Dus eigenlijk moest bijna alles wat gebeurde in die week. Dus dat was even een stukje stressvol. Als derde heb ik mijn adventskalender van de Body Shop. Hij is op, dus ik kan hem niet meer zien. Maar ik ben echt zo blij met wat er is. En ik krijg zo warm voor geld. Net als Sleek. Met Sleek heb ik niet alleen mijn video gemaakt. Maar heb ik ook mijn oudejaarslook gemaakt. Mijn kerstmislook, mijn kerstavondlook en ik vind alle producten die erin zitten en die ik tot nu toe gebruikt heb echt gewoon top. Als vijfde een steentje die redelijk op het einde kwam van deze maand, namelijk mijn iMac. Zoals jullie weten is het heim gebroken van mijn MacBook. Dat was niet zo fijn. Maar ik heb een tweedehands iMac gekocht in de plaats. En dit is hem. En ik ben er super tevreden mee. Echt super tevreden. Als zesde favoriet heb ik Kerstmis. En niet de feestdag, maar gewoon de dag van Kerstmis. We waren namelijk met heel het gezin bij mijn zus om te vieren. En dat was gewoon zo lekker en zo gezellig. En ik hoop dat we dat volgend jaar gewoon even goed doen. Of misschien nog beter. Als zevende favoriet heb ik oudejaar. Met oudejaar ben ik met een paar vriendinnen gaan vieren. En met mijn jongste zus. En ook dat was eigenlijk super gezellig. We hebben toen naar Throwback Thursday gekeken. En iedereen bereidde een deel van de maaltijd voor. Dus dat was super gezellig en fijn. Nummer 8. Die kan ik niet laten zien, want daar film ik mee. Mijn Canon. Ik heb namelijk nu de Canon G7X. Ik wou die eigenlijk al super lang. Omdat dat echt de vlogcamera is. Maar ik had een andere vlogcamera. Mede doordat deze prijs nogal hoog ligt. Maar nu dat die lens kapot was van die vlogcamera, twijfelde ik bijna geen seconde om deze te kopen. Nummer 9. Omdat ze zeiden dat Gossip Girl ging verwijderd worden van Netflix op 31 december.
En ik ben super blij dat ze dat niet hebben gedaan. Of toch nog niet. Heb ik Gossip Girl. Heb ik Gossip Girl echt gebinge-watched. En dat was super leuk. Want ik heb nog altijd het einde niet gezien. Nog altijd niet. Maar ik zit nu wel aan seizoen 5. In de plaats van seizoen 2 of zoiets. Als 10e favoriet. Ja, ik weet het. We zitten al aan 10. Heb ik dit boek. Zoals je kunt zien heb ik nog niet helemaal volledig uitgelezen. Ik heb nog 8 pagina's. Maar het is zo'n mooi boek met zo'n mooi verhaal. Je leeft echt mee met het hoofdpersonage. Je leeft mee met alle karakters die erin voorkomen. Ik zat echt in spanning. Ik heb een... Dit boek heeft de treinrit van de neur doen voelen als 1 van 5 minuten. En ik was echt jammer dat ik van de trein moest gaan, anders ging ik de 8 pagina's kunnen lezen hebben. En dat heb je gewoon nodig in zo'n boek. En het einde is echt zo verrassend. Ik had het echt niet gezien aankomen. Als mij iemand het verteld had bij het begin van het boek, had ik het waarschijnlijk niet eens geloofd. Als 11e... bij iTunes heb ik voor het eerst ooit, denk ik, muziek gekocht. En ik heb de muziek van Teske de Schepper gekocht. Ook mede-YouTubester. Maar een Nederlandse YouTubester. En zij heeft ook muziek gemaakt. En ik heb de EP's Alles is en Oesters en Champagne. Ik ben meestal op alles is, maar ik vind ook oesters en champagne heel erg leuk. En ik vond het super leuk dat ik... super leuk niet. Ik vond het super jammer dat ik niet naar haar tour kon gaan. Want zij had een tour in december en ik wou super graag naar die in Eindhoven gaan. Maar ja, ik raakte er gewoon echt niet. En ik hoop dat ik de volgende keer als ze toert haar wel kan gaan zien. En als 12e is het nogal een random iets. Maar het heeft mij zo hard geholpen in Roemenië. Want in Roemenië heb je dus geen euro, maar ron. Ja, van Harmelin. Nee. Je hebt ron, Roemeense, ik weet niet wat. En eigenlijk op die app, het ziet eruit als de Apple rekenmachine voor de update. Maar hier kun je eigenlijk echt alle currencies, alle munteenheden intypen. Echt, maakt niet uit, pond weet ik veel. En dan omzetten naar alle munteenheden eigenlijk. En ik heb dat nu gebruikt, maar ik heb dat ook in Budapest gebruikt. En dat is super handig, omdat je anders iets ziet in de winkel hangen en je denkt van hoeveel zou dit kosten? En je maakt zo'n vage schatting die er totaal naast zit. En met dit weet je het eigenlijk gewoon perfect, want de currency is up-to-date. Yeah. Echt zo handig als je op reis gaat. Zo, dat waren mijn favorieten, maar ik heb nog een klein mandje vol op alles is op. Als eerste Dead Skin Softening Yogurt Mask. Super, super, super zacht. En het voelt een klein beetje alsof je yoghurt op je gezicht smeert. Maar het is zo, het pakt je huid echt zo zacht. Ook heb ik 2 van deze opgemaakt. Zoals je kunt zien. Dit is gewoon een soort route zelf. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Laat zeker achter wat jouw favorieten van deze maand waren. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doedels!